op Hemert, een dorpje aan de Waal met plusminus 1700 inwoners. Er staat ook een kasteel dat rond de 19e eeuw in handen is gekomen van de adellijke familie Makai. En vanaf 2009 heeft de adellijke familie van Dedem het kasteel in erfpacht. Dit is de muziekschelp. Dit is de Prins Willem-Alexander School. Het verenigingsgebouw, de Torenhof. Een winkel. Ook heeft op Hemert een nieuw verenigingsgebouw, Huis op Hemert. De oude pastorie bij de Nederlands Hervormde Kerk. Hier wat straten. Ook aan de kleine inwoners wordt gedacht, zoals de vogels. Nu een kijkje vanaf de dijk. En uit de lucht. Ook iets voor de spelende jeugd. Op Hemert heeft ook iets voor de oudere jeugd, hangplaats, muziekvereniging Euphonia, bedrijf in groenvoorziening Flora Nova, fruitbedrijf Van Eldik, kapsalon Geerjans Haarmolen. En de oude kapsalon van de familie Liesveld. Weer wat straatjes. Met wat rustende mensen. Weer een kijkje vanaf de dijk.
en ook vanuit de lucht. Op Hemert heeft kleine en grote lantaarnpalen. Op Hemert is rijk in bebossing, onder andere het Mariabos. En met de laantjes rond het kasteel. Er zijn ook boerenbedrijven te vinden. Op Hemert is rijk aan natuur en is een prachtig plaatsje aan de Waal. En ook vanuit de lucht.